Yes is back. What? Ik had niet verwacht dat ik deze video ooit zou maken, maar ik mis YouTube. What? Ja, sorry, ik heb echt anderhalf jaar niks gepost. Forgive me for that. Ik had er gewoon even geen zin meer in. Het is zoveel werk om te editen en I don't know. Het was even allemaal een beetje te veel. Ik had er gewoon geen zin meer in. Dat is de eerlijke explanation. En het is best wel lastig om leuke video's te maken, want ik doe gewoon niet zoveel op een dag als in I'm just working, you know. Maar ik dacht, weet je wat? We gaan het gewoon nog een kans geven. Volgens mij is ook echt de lens kapot smerig. Kijk, ik ben geen pro-YouTuber meer, hè. Dat is al wel duidelijk. Niet dat ik dat ooit echt ben geweest. Wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen is, ik ga zo sporten met Tjeerd. En Tjeerd kunnen jullie al kennen van Braaf in de gym. En als jullie er inderdaad nog niet van kennen, check die video's, want die zijn echt kapot grappig. Op Insta, TikTok, Pinterest denk ik zelf. Ik ben voor het overal op actief. Ik weet het ook allemaal niet meer, jongens. Een hele goede morgen allemaal. Wij gaan vandaag upper body trainen. En we dachten, laten we jullie eens een keer meenemen over wat we allemaal trainen. En hoe we het doen, dat gaan we doen in Den Bosch bij Club Bulk. Ik stond vanochtend op en ik dacht, oh, ik ga heel de dag vloggen. Maar dat is nou eenmaal niet hoe het werkte. Want ik was echt even niet klaar om voor een camera te staan. Ik moest even een beetje encouraged zijn. Ik heb mijn haren gekruld. Schattig, hè? Ik heb de auto klaargemaakt om te gaan. Ik heb mijn spullen gepakt. Wat ik ook heb gepakt is echt een enorm lekkere proteïne ijskoffie. En als Amber hem goedkeurt en zij vindt hem ook lekker, dan maken we misschien wel een receptje voor jullie. En dan gaan we hem gewoon op de socials gooien, want hij is echt zo super lekker. En ik moet over een paar minuten geleden al gaan. Dus ik ga wel eventjes haast maken. Mocht je ooit iets afspreken met Amber, zij is altijd te laat. Dus ja, ik zit hier lekker. En mijn pre-workout is op. Dus wat wel balen is. Dus hopelijk, godzijdank, hoort Amber dit en neemt ze wel pre-workout mee. Ik heb eventjes wat melons geprept voor mezelf. Dan kan ik dat eventjes eten terwijl dat ik me ready maak. Want dat verteert snel, weet je wel? Dus dan zit ik niet zo met de volle maag te sporten. Dan gaan we even pre-workout met muziek gebruiken. I like the way you move it, move it. Move it, bitch. Ja, ga maar weer muziek luisteren. Ik heb om 12 uur afgesproken bij de sportschool. Dus dat is echt een beetje zo'n tussentijd qua wat je doet met lunch, weet je wel? Oh, je rijdt wel dichtbij zo te zien. Ja. Ik ben echt, ik denk nu nog 3 minuten. Ik schat op dat ik wel of niet de flitspaden negeer. Ik zou ze wel negeren, of ik zou ze niet negeren, maar wel doorrijden. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ben jij er klaar voor? Ja. We gaan strijden. Oh, ik heb er zin in. En ik heb ook nog een slokje voor je bewaard voor de ijskoffie. Die ik dus echt zo lekker vind. En die ga ik even... Wat? Ja, dat is waar ik het eerst over had. Je proeft gewoon letterlijk gewoon pure ijskoffie. Het ene laatste stoplicht. Oké, dan zie ik je zo. Ik ga even vibe bij jou op de pre-workout muziek. Zoals je kon zien, Amber is in de buurt en ze heeft pre-workout meegenomen, dus mijn roeping heeft geholpen. Ik heb pre. Welke van mijn kinderen wil je? Sowieso deze. Cocktail bar. Ja, perfect. Zo fijn, hoor. Vind je dat al groot? Cheers! Cheers! Ik vind het best wel lekker. Nou, bij jou trouwens. Oh, dit is een beetje vast. Ja, dan moet je even losmasseren. Hoe deed je dat? Cheers! Nee, niet lekker? Probeer zo te shaken. Oké, let's go. Woo! Valt wel mee. We hebben er even een thirst trap van je aan het maken. Thank you.
Operation incoming. Deze man is gewoon even meer aan het liften dan ik weeg. Leuk doen, Amber. Leuk doen tijdens de 36 kilo die je omhoog gaat tillen. Net had ik dat per arm. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar... Jongen. Ja, go op. Nog een paar extra. Laat die tieten werken. Omhoog. Kom op, omhoog. Omhoog. Kom op. En je moet een lelijk gezicht trekken. Anders. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconden vaststaan, minimaal. Oh, ik dacht 5 onderkinnen. Nee. En 5 onderkinnen. Squeeze! Ja, tip. Zo lelijk als je zijn kan. Zo! Squeeze those titties. Oei! Let's go! Oh, sorry. Hoeveel onderkinnen? 1, 2. De laatste zo lelijk mogelijk, hè? Gains! Look at the chest. Oké, Chet, ik moet je wel even gelijk geven. Ik weet dat ik je de vorige keer heel lang hard klap hierop. Maar echt heel lang te hard klap hierop. Ja, die twee touwtjes zijn fucking relaxed. Het ziet er fucking dom uit, ja, maar... Het ziet er echt asociaal uit bij dat 2-2, zeg maar. Maar het is oprecht heel erg chill. Sorry, ik neem het terug bij deze. Dus, tip voor de kijkers. Tip voor de kijkers. Pak er 2 als je er 2 kunt vinden. Want de range of motion... Let's go, kom op. Even flexen. Yeah, baby. Kanonnen. Thank you later voor de 2 kabels. Alleen om beter en dan een full upper body. Half drie. Alleen om beter, full upper body workout. Dus we gaan weer door naar de reclame. Cheers. Wat ben je nou aan het vallen voor me? Ik zat dus na te denken. Hoe kennen wij elkaar? Ik weet het, maar weet jij het nog? Dit onmeld dit gevoel. Nee. Ik had even zo'n... Bij Joris. We hadden een feestje in de achtertuin. En wij lagen er allebei als eerste uit bij Weerhoven. Oh. En toen ging je met toen ging je met en het enige waar wij over konden praten was... Jim. Maar dat bedacht ik me even van... Eigenlijk kennen we elkaar alleen maar omdat we gewoon kut zijn in dat spel. Ja. Een paar jaar verder. Long story short. Jij had een relatie met het zusje van mijn ex. En nu zijn we allebei niet meer in de family. Maar we hebben wel elkaar nog. Yeah. Wat gaan we bij het eten doen, Amber? Ja, weet niet. Gewoon even iets om te spreiden. Gewoon even lekker een beetje smaak erbij. We hebben al kalkoenfilet, die gaan we samen burgemeester maken. En we hebben volkorenbollen, want ze zijn fit boys and girls, weet je wel. Oeh, ja, wat ik weet wel iets misschien. Ja? Oeh. Deze is best chill. En waarom die en geen andere? Ja, omdat hier dus aanzienlijk minder calorieën en zooi in zitten, terwijl. Dus dat is gewoon, ja, super. Dan voegen wij samen en dan kennen wij daar gewoon op vreten. Dit is gewoon de fit boy and girl lunch van alle tijden. Hou je in, Amber. Geen ijs kopen. Ik wil wel. Geen pizza kopen. Ik wil water. We zijn al water. Wil je mij vergiftigen of zo? Geen alcoholwater, vind ik wel lekker. Ik zeg altijd dat ik een waterlap heb. Vertel eens even wat er gebeurde, Amber. Ik schrok echt kapot hard van een nepspin. We zijn geprankt. Cheers. Cheers. Lekker, man. Eten. Dit is top.
geleden bij. Voor de games. Lekker man. Water zit erbij. Zonnetje komt er. Oh. Kan niet beter. Oh. Ik ben weer thuis. En dat is te zien aan het feit dat ik en eten heb. Dus ik heb lekker wat baked oats. Ook trainen was echt super leuk vandaag. To be completely honest with you, we hebben echt 3 verschillende soorten camera's gebruikt. Dus sorry als de kwaliteit een beetje alle kanten op gaat. Maar het is even geleden, oké? Het is 1,5 jaar geleden. En die camera die we hebben gebruikt, die heeft Cheers gisteren gekocht. Dus die wilden we ook uitproberen. En ik weet gewoon niet meer hoe je moet vloggen. Het is even inkomen, even wennen, weet je wel? Dus laat vooral weten wat jullie ervan vonden. En laat weten wat voor video's jullie willen zien. Want I get you. Ik wil best mezelf aanpassen en leuke video's voor jullie maken. Dus laat vooral even weten wat jullie ervan vonden in de reacties. Dan zou je me echt enorm mee helpen. Want het lijkt me wel super leuk om gewoon lekker te connecten met jullie. En gewoon wat meer tijd te hebben om gewoon te kletsen met jullie. Want Insta heeft best wel een korte tijdspan, snap je? Een minuutje of zo? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super gezellig vandaag om die video op te nemen. Dus let me know. En tot de volgende keer. Later!